Juweliers zijn een geliefd doelwit van overvallers. Die buit willen criminelen uiteraard ook weer kwijt in ruil voor euro's. Dat doen ze bij juweliers die het niet zo nauw nemen met de registratie van de sieraden. En daar wil de politie een einde aan maken. Ja, de juwelier is natuurlijk een middel. Het gaat uiteindelijk om het doel. En het doel is om te zorgen dat de criminaliteit daalt. We hebben vorig jaar meer verdachten aangehouden van straatroof en woninginbraken. Criminele jeugdgroepen opgerold. Willen we een stap verder gaan, moeten we aan de voorkant gaan zitten. Dat betekent voorkomen dat er spullen kunnen worden aangeboden in het criminele circuit. Dus de heling aanpakken. Wanneer sieraden aangekocht worden door een juwelier, dan moet daar een registratie van gemaakt worden. Zo kan er gecontroleerd worden of de juwelen gestolen zijn. Als hier een cliënt aan de deur is, dan probeer ik al een inschatting te maken of inderdaad of het om een stuk uit de erfenis gaat of dat het toch om heling gaat. En vervolgens, als ik het goud wil inkopen, dan vraag ik om een geldig legitimatiebewijs. En dan maak ik daar een kopie van. De politie zal met steekproeven de juweliers controleren. Vanuit de analyse hebben we natuurlijk wel een aantal bedrijven op het oog waar we nadrukkelijk ook zeg maar, de kans het grootst is om het aan te treffen. Die gaan we incidenteel bezoeken. We gaan er niet elke dag langs. Dat moet ook reëel zijn in onze ambitie. Maar we willen nadrukkelijk voorkomen dat criminelen die kettingroven plegen of die woninginbraken plegen waarbij sieraden worden buitgemaakt, dat die een afzetmarkt in stand houden in de vorm van juweliers waar zij deze spullen kunnen aanbieden. Neemt hij nu op en die kan je gewoon aanhaken. En als je klaar bent, dan zet je hem uit. Kaartje eruit, gaat knipperen, lampje erin. Hoe zet ik hem uit? Nou, doen we zo wel. Oké. Juweliers zijn een geliefd doelwit van overvallers. Die buit willen criminelen uiteraard ook weer kwijt in ruil voor euro's. Dat doen ze bij juweliers die het niet zo nauw nemen met de registratie van de sieraden. En daar wil de politie een einde aan maken. Wanneer sieraden aangekocht worden door een juwelier, dan moet daar een registratie van gemaakt worden. Zo kan er gecontroleerd worden of de juwelen gestolen zijn. De politie zal met steekproeven de juweliers controleren.